Ik ben Javid Tagle, ik ben 19 jaar oud. Ik kom uit Eritrea, ik woon al 3 jaar in Nederland. Jammer. Toen was ik wel gelukkig, toen kon ik met mama gaan werken en naar school met mijn vriendin. Was ook gelukkig. Je mag met mama beginnen. Toen ik de middelbare school afgerond heb, moest ik naar hogeschool gaan. Toen moesten wij naar de Kamharo. Wauw, top man. Je hebt 12 punten. Je mag weer 7 letters pakken. Zo achterlijk. Toen ik in de Kamharo kwam, natuurlijk kijk je naar jouw grote broer of zus. Ze gingen ook studeren. Hadden ze dan bereiken wat ze willen? Nee. Om 12 groep te gaan doen, gingen zij naar Sawa. Ze willen geen soldaat worden de hele leven, zeg maar. Dus nu moest ik vluchten om mijn toekomst te bouwen. En wat mijn mening is te zeggen, zeg maar. Wij gaan gewoon naar Ethiopië proberen. Ja, toen ik in Nederland aankwam, kwam ik bij Terapla. Ja, was anders dan anders. Wij praten in Terapla met de tolk of met tolk, ja. Ja, alles wordt in één keer anders. Dus ja, wat gaan wij nou doen? Ja. Hoe begin ik om Nederland te praten? Zo. Ja, zoiets. Ja. Dus liever wil ik gaan met die jongens. Gaan wij gewoon praten. Voetballen. In Den Haag was het niet zo leuk. De buren zijn allemaal rust. Dus de mensen vinden dat niet leuk. Dus moesten wij toch gaan verhuizen. In Hengelo was wel leuk. De buren waren lief. Ze zeggen welkom bij ons buren. Ja, toen kwam iemand van BWO bij ons. Willen jullie bij ons gaan voetballen? Ja, natuurlijk, yes, zeggen zij daar. Toen gingen wij kwamen wij naar de vereniging. Toen hadden wij t-shirt en bol gekregen. Na 2 weken mogen wij beginnen met voetbal bij ons. Pas niet. Ja, ik vond gewoon alles moeilijk. Kwamen jongeren ook uit andere ACC daar. Ze beginnen in Nederland te praten, hè? Oh, hier, pas wel. Mooi. Ze zijn ook zelfs als ik hier, ze 7 maanden. Maar ik kan niks praten, maar ze wel toch. Weet je, toen was ik een beetje jaloers op. Ja. Ik wil toch ook zoals hij gaan praten ofzo. Shavit, ja? Zou je misschien deze artikelen kunnen beveiligen met een alarmsticker? Oké. Okay. Ja. Dus toen had ik nagedacht, oh, ik ga echt toch Nederland praten. Oh, dat is fout. Hij mag niet hier, maar hij moet op de achterkant. Oké. Okay. Ik zou eigenlijk automotor willen worden, maar op die moment lijkt me een beetje te moeilijk.
Ja, dat is goed. Mooi zo. Ja, ja. Dus toen heb ik besloten dat ik eerst iets anders ga doen waar ik veel Nederlands kan leren. Ik loop stage op basisschool in Enschede Bonifatie. Nee, dat gaat niet. Ik moet Nederlands leren. Met kinderen praat ik met kinderen Nederlands. 9 punten. Ja, luister ik ook heel veel van. En ik probeer ook met een heel veel te praten. Op die manier leer ik Nederland om beter te gaan. Laat het zien, man. Screen aan het ooit. Oh ja, je moet wat lekkers maken. Hier, gelate. Pak maar deze. Het Nederlands woord is ijs. Ijs. Ja, gelate is ijs. Ijs. Ja. Misschien gaat het wel straks goed met ons land. Dus wil ik graag blijven dromen aan in mijn land. Goeiedag meneer. Goeiedag. Dan wordt €55,90 alsjeblieft. Ja, binnen graag. Ja, dat kan. Kan je gaan. Ik wil alleen maar zeggen... Fijne dag nog. Aan de jongeren die, zelfs als ik, bezig zijn met hun taal. Kimi? Ja, Kimi is wel Tigrinya hoor. Dat betekent, hoe gaat het? Maar je moet beter Nederland woord gaan zoeken. Blijf maar leren. Ik weet dat je een moeilijke situatie hebt gehad en je denkt aan je familie. Je zorgt over je familie, hoe het gaat met hun. Nee, kijk, land is met 1 A. Oh, zo. Okay. So. Oké, wij gaan naar het koffieschip kijken. Koffieschip hebben we ons om werkwoord te volgen of eindigen met de T of met de D en voltooid het deelwoord. Dus ik heb er 2 voorbeelden, dan gaan wij naar kijken. Dus beslissen. Wij gaan eerst de stam weghalen, dan eindigen met de S. S zit in koffieschip, ja, dus krijgt T. Die wordt beslist. Nu jullie, Melen. Melen is met een T. Nee! Oh, die andere is goed! Oké, Marion. De L zit niet in het golfschip, dus dan is het met een D en het is een foto deelwoord, dus dan is het gemeld. Goed zo, klopt. Goed zo, Marion. Dus laat maar die achter, leer maar verder, zodat jij straks iets verandering kan brengen. Kijk. Ja, ik wil graag wat mensen helpen. Nederland, jij bent man. Wat ik kan. Nederlands. Goed zo man, dat kan jij wel hè. Zo.